Hallo, vandaag staan wij in Meppel bij de markt en we gaan een paar mensen vragen wat hun grootste angst is. Ja, wat is je grootste angst? Oh, dat is vuur. Nee, ik vind vuur, dat vind ik doodeng. Ja. En wat is uw grootste angst? Ik heb hoogtevrees. Ja, dat kun je wel afvragen inderdaad. Ik weet hem wel. De rest van mijn leven aan iemand vastzitten. Nee. Muizen. Ik ben heel erg bang voor muizen. Complete nachtmerries krijg ik daarvan, dus daar ben ik echt heel bang voor. Heeft u wel een keer een muis in uw huis gehad? Ja, zeker. In mijn eigen bed zelfs. Toen ik nog thuis woonde bij mijn ouders en dat is echt een groot trauma. Dus daarom ben ik heel erg bang voor muizen. Hoi. Mijn is eigenlijk spinnen, maar... Nou, ik denk het duurder worden van de vaste lasten van gas en elektra. Dat is een goede antwoord. En daar indirect ook stijging van de huurprijzen van panden. Dus dat er voor ons denk ik steeds een kleinere boterham in gaat zitten. Dus, of geen boterham, kan ook. Ja, wat vindt u er nou van? Ja, of de trouwdag zo uitlaten, dat kan eigenlijk niet. Nee. Ik kan niet zo goed tegen mannen die bang zijn voor spinnen. Dat zijn geen echte mannen. Nou, hij weet dat, ik niet. Mijn grootste angst is dat mijn hond ooit gaat miauwen. Toch wel je gezondheid. Dat je echt een ongeneeslijke ziekte krijgt. Dat ben ik toch? Ik probeer altijd in mijn leven om de angst niet te laten overwinnen. Dus proberen aan te pakken, oplossingen te zoeken. En als het dan nog niet lukt, kan je hulp zoeken. Plotseling wegraak, dat ik plotseling van de aardbodem verdwijn. Ja,